Mijn naam is Ingrid van Bouwdijk en ik sta hier met Marcel Vallen. En hi. Ik ga hem even een interview afnemen. Oké. Marcel Vallen, ik zie dat jij ook voor Coordate werkt. Klopt, ik ben de webmaster bij Coordate. Goed, ik ken je eigenlijk niet zo goed. Kun je wat meer over jezelf vertellen? Wat is je werk bij Coordate en wat doe je hier? Ik ben hier bij ACFO op het Open Data Workshops, omdat ik daarin heel geïnteresseerd ben. Met name omdat Coordate daar ook mee gaat beginnen nu. Daar is nog heel veel werk te doen en ik hoop hier veel te leren van ACFO. Okay. En bij Coordate zelf hou ik me met name bezig met de websites en de ontwikkeling van de websites, met name de technische kant. Aha. Heb je dan al niet genoeg achtergrond? Kun je hier nog heel veel leren, denk ik? Ik kan hier nog heel veel leren, want ik kom uit een wereld van gesloten systemen en begin eigenlijk nu pas met de open data echt dingen te ontdekken die ik voorheen niet wist. Aha. Doet Coordate al iets met open data? We hebben hele kleine projectjes die we daarmee gedaan hebben in het veld al. Het staat in de kinderschoenen. De sector gezondheid bij ons heeft wel een aantal stappen gezet. En werk je voor alle afdelingen binnen Coordate? Of? Ja. Okay. Ja, in principe voor alle afdelingen. Onderling verdelen we natuurlijk het werk en ik doe met name de corporate websites. Goed. Wat is nog meer je doel van deze dag? Probeer je nog ergens met mensen te netwerken? Ik wil wel wat mensen leren kennen beter. Ik zie wel al bekende gezichten, dus die zijn ook met open data bezig. En ik denk dat we ons meer moeten aansluiten bij verschillende clubs om samen sterker te zijn. En wat zijn de clubs die je speciaal, waar je het speciaal over hebt? De EcoSense Club, ACFO zelf natuurlijk, maar goed, ook de Wereldbank. Er zijn er genoeg weer. Dus jij gaat er heel wat uithalen uit deze dag. Ook wel. Nou, succes ermee. Dankjewel. En bedankt.